You got to give it up to me. Dat is nou het voorjaar in je huiskamer halen. Ik heb hier tulpjes. Nou, tulpjes worden eigenlijk veel te weinig als plantjes in de huiskamer gezet. Heb je er veel langer plezier van. Deze zijn op een bijzondere manier zijn zij geteld, want een tulp wordt meestal vrij lang. Maar eigenlijk door een bijzondere manier van het kweken kunnen ze ze kort houden. Nou, de bloemen die komen helemaal open. Dat zijn van die hele grote dotten. En dan heb ik hier het lelletje de dalen ertussen gezet. Convallaria majalis op een Latijnse naam. Ook weer in het gouden potje, dus ze zijn uitgeselecteerd. Die zet ik zo tussenin. Als die open gaan, gaat het ook nog eens een keertje heerlijk geuren. Ik ben bezig met de Scilla Caribbean Jewel. Moet je kijken wat prachtig die is. Zit vol met knoppen uit het gouden potje, dus uitgeselecteerde bol. Ja, die zijn mooi, Rob. Oh, ik zie jou ook nog een keer. Nee, ja, ik ben boven. Ik heb net de laatste blauwe druifjes gezet. Dat zijn ook bolletjes. Ja, het zijn ook bolletjes, maar dit is toch prachtig, man. Moet je kijken. Ja, die zijn echt en die kan je heel mooi laten verwilderen. Ze worden ongeveer zo hoog. En ja, je hebt ze eigenlijk alleen maar in deze tijd. En iedereen vraagt altijd, waar haal je ze toch vandaan? Nou, één ding, het gouden potje, ze kloppen altijd, hè? Ja, en ze kunnen toch ook binnen staan? Ze kunnen ook binnen, maar buiten doen ze het veel langer. Het blijft wel mooier. Ja, ze zijn zeker mooi. Eigenlijk is het een ongezellige dag. We zijn met een ingewikkelde tuin bezig op 3 niveaus. We zien elkaar nooit. Helemaal niet. De ene keer zitten we daar, de andere keer zitten we hier. Kunnen we ook geen ruzie maken. Zo is het toch? Ga jij maar gauw weg dan.